Heb je nog het gras afgedaan voordat je naar Hasselt vertrok, Sam? Eerlijk gezegd niet, hè. Het is nog niet de periode voor de gazon af te doen. Nog even mee wachten, hè. En eigenlijk, eerlijk, ik moet iets bekennen. Mijn vrouwke doet dat al jaren dag. Want bij mijn vrouwke moet dat in baantjes zijn, like een voetbalplein. En daar ben ik niet zo'n pantoffelelt in. Dus ik heb het geluk dat mijn vrouwke, en die doet dat ook graag. Voor haar is in de tuin werken ontspanning. In het Schlagerfestival, is dat nu voor u een vaste waarde geworden? Ik denk dat er bij mij altijd een paar jaar, 2 à 3 jaar altijd heeft tussen gezeten. Dus ik denk dat het nu 2 jaar geleden is. Ik kan volledig verkeerd zijn, hoor. Maar ja, het is altijd een feestje, hè. Wat is voor jou het ultieme Schlagernummer eigenlijk? Ik denk dat ik het vooral moet hebben van Marijke en Laat het gras maar groeien. En like basketsloefjes en zo, want dat zijn toch de nummers dat ze iedere keer dat ik mag naar hier komen, toch terugvragen. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Ben je nog zenuwachtig om op te treden voor 12.000 mensen? Ik heb eigenlijk nooit geen zenuw gehad. Nee, bij mij, ik geniet hier allemaal van. Je moet me niet verkeerd begrijpen, hè. Ik koester deze, maar bij mij zijn ze optreden, al werd het maar voor 5 man of voor 12.000 man, dat maakt me niet uit. Je moet je altijd 100% geven, 500 en 100, voor die mensen dat de moeite doen om je te laten komen en wat je voor mocht optreden. Dus een zenuw, nee, dat heb ik niet. Ik geniet er allemaal van, maat, zolang dat duurt. Hetgeen dat ik mag doen, dat kan allemaal heel rap gedaan zijn. Oké, veel plezier, Sam. Er is zeker zo'n gouden hoekenkop, hè. Maar ik zei dat ze bij toch nog, hè. Aan de bar. Ah, wat voilà, lassen, nou hoor ik het klappen. Dat is toch wel, hè. Hij heeft